En de laatste jaren is er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werking van CBD-olie op het lichaam. Nou, doordat die CBD-olie geen effect heeft op de psychoactiviteiten, en hiermee probeer ik te zeggen dat de CBD-producten door een onafhankelijk laboratoria onderzocht moeten zijn. Anders weet je nooit zeker hoeveel CBD het product daadwerkelijk bevat. Mijn naam is Claire, ik ben gezondheidsdeskundige bij VOOT en in deze korte video geef ik antwoord op een aantal vragen die horen bij CBD. Cannabidiol, beter bekend als CBD, is een 100% natuurlijk product afkomstig uit de bladeren en bloemtroppen van een hennepplant, ook wel de cannabisplant. Nou, nadat deze stof gewonnen wordt, wordt deze daadwerkelijk opgelost in olie. Nou, deze olie wordt vervolgens verwerkt als supplement in de vorm van CBD-olie of CBD-capsules of overige CBD-gerelateerde producten. Nou, die werkzame stof in dat supplement is natuurlijk CBD. Echter behoort CBD tot een van de 110 bestanddelen die bij de actieve cannabinoïden horen in een hennepplant. Deze stoffen beschikken over dezelfde eigenschappen als de stoffen die van nature in ons lichaam voorkomen. Doordat deze werkzame stoffen een soort replica's zijn, noem ik het maar, van die lichaamseigen stoffen, worden deze gekoppeld aan receptoren. Dit zijn ontvangers in onze cellen. En hierdoor kunnen deze werkzame stoffen, dus die CBD, bepaalde functies positief beïnvloeden. Zoals het verlichten van pijnklachten of het remmen van ontstekingen. In de laatste jaren is er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werking van CBD-olie op het lichaam. Doordat die CBD-olie geen effect heeft op de psychoactiviteiten, dus het gevoel van stoned of high worden, in tegenstelling tot THC, wordt het veel gebruikt door dieren, kinderen, volwassenen en ook ouderen. Deze verschillende onderzoeken tonen aan dat CBD-olie ondersteuning kan bieden bij het hebben van chronische pijnen, gevoel van nervositeit, last hebben van misselijkheid, verschillende ontstekingen, veel mensen bij slaapproblemen die slaapproblemen ervaren, last hebben van acne, migraine of hoofdpijn, fibromyalgie en het last hebben van stress. Dat is een hele goede vraag. De stof waar je stoned of high van wordt is THC. In Nederland mogen CBD-producten alleen legaal verkocht worden als het minder dan 0,05% THC in zit. Dus dat is echt minimaal. Het is dus niet mogelijk om stoned of high te worden van CBD-producten, mits je kwalitatief goede producten gebruikt. Er zijn een aantal aspecten die belangrijk zijn voor het aanschaffen van CBD-producten. Als eerste is het onwijs belangrijk om te kijken of het product een full spectrum is, dus dat de olie full spectrum is. Full spectrum bevat alle cannabinoïden die in de plant aanwezig zijn. Deze bestaan uit CBG, maar ook CBC, CBGA, noem het eigenlijk maar op. En samen zijn deze ontzettend belangrijk voor de kwaliteit van de CBD. Daarnaast is het ook heel erg belangrijk om de producten bij een gecertificeerde producent aan te schaffen. En hiermee probeer ik te zeggen dat de CBD-producten door een onafhankelijk laboratoria onderzocht moeten zijn. Anders weet je nooit zeker hoeveel CBD het product daadwerkelijk bevat. Wij bij VOOT hebben verschillende CBD-producten in ons assortiment. Namelijk de CBD-olie en de CBD-softgels. Beide in verschillende sterktes. Zo passen onze CBD-producten bij ieder zijn of haar doeleinden. Daarnaast worden onze CBD-olieën in Zwitserland geproduceerd. Simpelweg omdat daar de beste cannabisplanten van Europa gekweekt worden. Na die productie van die olie wordt deze naar een Zwitsers laboratorium gebracht om zo alle onzuiverheden uit de olie te verwijderen. Hierdoor kunnen wij simpelweg de kwalitatief puurste CBD-olie produceren. Dat is dan ook terug te zien aan de gouden kleur en de zachte structuur ervan. Mocht er nog verdere vragen zijn over CBD-producten of over onze CBD-producten, dan beantwoord ik deze natuurlijk graag en zo niet tot de volgende video.